Ik ben Joke Veldman. Ik studeer straks af in een Research Master met als onderwerp muziek met een kunstoor. Ik heb piano gestudeerd in Amsterdam. Toen ik een jaar of 30 was, toen verloor ik heel langzaam mijn gehoor. In 2012 ging het geluid echt uit. En toen was de enige oplossing een cochleair implantaat. Ik wou heel lang een goed antwoord op de vraag, wat hoor jij nou? Toen hadden wij in het multidisciplinair project een workshop van Lucas van Woerkum. En hij heeft mij gekoppeld aan Jasper van Geluwe. En nu hebben we een film van een kwartier, waarin je een klein beetje beeld krijgt van het proces wat ik heb meegemaakt toen ik mijn gehoor verloor. Daarna krijg je dan te horen hoe het cochleair implantaat klinkt. En daarvoor heb ik een pianotrio van Beethoven gespeeld met twee collega's hier uit Breda. En dan hoor je langzamerhand de verbetering. En uiteindelijk, ik speel daar wel. Bij Artes ga ik dan ook live dat eerste deel van de pianotrio nog uitvoeren. En mensen die veel hoorproblemen hebben, bijvoorbeeld met zo'n CI, die kunnen van muziek echt profiteren. En daar wil ik iets mee. En daarom heb ik hier bij Artes aan mijn muziektest gewerkt. En ik denk dat ik daar een grote stap in heb kunnen zetten. Met die test kan je dan onderzoeken wat mensen met een CI uit muziek kunnen halen. Dus of ze wel maat voelen, of ze wel ritme kunnen volgen. En als je dan ook nog leuk kan maken, dan gaan ze het vaker doen. Dan krijgen ze plezier in. Dat beloont en dat is allemaal heel effectief voor de scherping van je gehoor. Nu de laatste 2 maanden ben ik echt heel intensief geholpen door mijn studiecoach. Dus dat is Esther Schopman. En zij heeft mij echt met voortdurend eeuwig waarom en hoezo vragen scherp gemaakt. En dat vind ik echt heel tof. Dus in mijn eentje had ik het zo goed niet gekund. Thank you.